De snelheid van een voorwerp. Bij snelheid moeten we een onderscheid maken tussen gemiddelde snelheid en ogenblikkelijke snelheid. Het begrip gemiddelde snelheid hebben we eigenlijk vroeger al gezien in het derde jaar. De gemiddelde snelheid is de verhouding van de verplaatsing tot het beschouwde tijdsinterval. Het is de snelheid berekend over een bepaald tijdsinterval. Als Moritz Green de 100 meter aflegt in 9,73 seconden, dan kunnen we zeggen dat de verplaatsing 100 min 0 is, 100 meter, gedeeld door 9,73 min 0 seconden, gedeeld door 9,73. Als we dus de totale afstand delen door de totale tijd, dan bekomen we de gemiddelde snelheid. Die gemiddelde snelheid kunnen we ook grafisch gaan bepalen. Wanneer we het startpunt en het eindpunt nemen en wij trekken daar een rechte door, dan zien we dat de richtingscoëfficiënt van deze rechte eigenlijk gegeven wordt door delta x gedeeld door delta t. We onthouden dat de gemiddelde snelheid de snelheid is over een bepaald tijdsinterval. Nu kunnen we dat traject van Moritz Green in verschillende delen gaan onderverdelen en dan merken we dat niet in elk deel die gemiddelde snelheid hetzelfde is. Wanneer we bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid gaan berekenen tussen 10 en 90 meter, dan merken we dat die gemiddelde snelheid 90 min 10 gedeeld door 8,85 min 1,71, dat die 11,2 meter per seconde is. Maar als we de gemiddelde snelheid gaan berekenen in het interval 10-20 meter, dan merken we tussen 10 en 20 meter dat we een andere waarde bekomen, namelijk 9,62 meter per seconde. Wat is nu het verband tussen de gemiddelde snelheid en de ogenblikkelijke snelheid? Wel, stel je voor dat we dat tijdsinterval waarover we die gemiddelde snelheid gaan berekenen altijd maar kleiner en kleiner en kleiner nemen. Als we dat tijdsinterval infinitesimaal klein nemen, of als we de limiet nemen voor dat tijdsinterval gaande naar nul, dan hebben we op een bepaald moment de snelheid op één bepaald ogenblik in één welbepaald punt. En deze snelheid noemen we de ogenblikkelijke snelheid. De gemiddelde snelheid is dus de snelheid berekend over een bepaald tijdsinterval tussen twee tijdstippen. De ogenblikkelijke snelheid is de snelheid op één welbepaald tijdstip. Heel concreet is dat de snelheid die je afleest op de snelheidsmeter van je wagen of de snelheidsmeter van je fiets. We onthouden dat snelheid eigenlijk niets anders is dan een verandering van positie per tijdseenheid. In de wiskunde noemt men de limiet voor delta t gaande naar 0 van de verandering van die positie per tijdseenheid, noemt men dat de limiet van deze plaatsfunctie. Noemt men dit de afgeleide van deze plaatsfunctie. Dus als we de snelheid willen berekenen, dan kunnen we dit door de plaatsfunctie af te leiden naar de tijd. Snelheid wordt uitgedrukt in meter per seconde. Hoe zit dat nu bij een tweedimensionale beweging? Bij een eendimensionale beweging is het eigenlijk heel eenvoudig, is het enkel en alleen de x-coördinaat die wijzigt. Stel je voor dat we een basketbal weggooien, dan krijgen we de volgende baan, deze rode baan hier. Dan zie je dat eigenlijk dit een tweedimensionale beweging is, namelijk de positie van elk punt kan weergegeven worden door een x- en een y-coördinaat. Maar de algemene definitie blijft uiteraard hetzelfde. De snelheid is niets anders dan een verandering van de positie per tijdseenheid. Alleen zal die positie hier weergegeven worden door een x- en een y-coördinaat. Op welke manier gaan we dat gaan oplossen? Wel, stel u voor, deze zwarte baan, deze zwarte functie stelt de baan voor die afgelegd wordt door die basketbal. Ondertussen is mijn buurman zijn gras aan het maaien en hoor je misschien op de achtergrond ook de grasmaaier. Stel je voor dat ik de positie wil bepalen in dit punt hier. Dat ik de snelheid wil bepalen in dat punt. De snelheid is een vectoriële grootheid, wordt bepaald door richtingszin grootte aangrijpingspunt. Het aangrijpingspunt is dit punt hier, het punt waar ik de snelheid wil bepalen. De richting is niets anders dan de raaklijn aan deze baan, deze blauwe rechte. De zin wordt weergegeven door de pijlpunt. In dit geval wordt
de basketbal weggegooid van links naar rechts. En de lengte van de pijl geeft u een idee van de grootte van de snelheid. Hoe groter die pijl, hoe groter de snelheid. Nu kunnen we die snelheid gaan opsplitsen in twee componenten. Een component volgens de x-as, vx, en een component volgens de y-as, vy. Als we de snelheid v willen berekenen, gaan we eerst die x-component van de snelheid berekenen en die y-component van die snelheid berekenen en die vectorieel gaan samenstaan. Want je ziet heel duidelijk op de tekening dat je hier een rechthoekige driehoek hebt. En in die rechthoekige driehoek geldt uiteraard de stelling van Pythagoras en geldt dat de snelheid in het kwadraat gelijk is aan vx kwadraat plus vy kwadraat. Als wij dus de snelheid willen gaan bepalen, gaan wij de x-functie gaan afleiden naar de tijd, de y-functie gaan afleiden naar de tijd en die vectorieel gaan samenstellen. Kort nog iets herhalen over kracht op een voorwerp. Ook in het derde jaar hebben we gesproken over krachten, hebben we soortenkrachten en het effect van een kracht behandeld. En hebben we gezegd van kijk, een kracht zelf is niet zichtbaar. Wat wel zichtbaar is, is het resultaat of de uitwerking of het effect van de kracht. En dat effect kan statisch zijn. Onder invloed van de kracht die je uitoefent, kan een lichaam gaan vervormen. Bijvoorbeeld het samenknijpen van een blikje, het samenknijpen van een spons. Maar het effect van een kracht kan ook dynamisch zijn. Dynamisch wil zeggen dat je dan een verandering van bewegingstoestand krijgt. Als je aan het fietsen bent met een bepaalde snelheid en je oefent een remkracht uit, dan ga je onder invloed van die remkracht je snelheid gaan vertragen. Ben je met de auto aan het rijden en je geeft extra gas, dan ga je onder invloed van de kracht gaan versnellen. Maar als je op een rechte baan aan het fietsen bent en je wil een bocht nemen, dan oefen je een kracht uit op het stuur. Dus onder invloed van die kracht verandert de bewegingsrichting. Dit zijn allemaal voorbeelden van dynamisch effect of dynamische uitwerking van een kracht. Krachten zelf hebben we onderverdeeld in duwkrachten, in contactkrachten en veldkrachten. Contactkrachten, de naam zegt het zelf, die veronderstellen dat er contact is. Bijvoorbeeld bij een duwkracht. Veldkrachten, dat zijn krachten die werken op afstand. Er is niet onmiddellijk een contact nodig tussen de voorwerpen die interageren. Bijvoorbeeld de zwaartekracht. Zelfs een lichaam dat zich 10, 20, 30 meter boven het aardoppervlak bevindt, wordt aangetrokken door de aarde. Net zoals snelheid is ook kracht een vectoriële grootheid. Dat wil zeggen dat kracht bepaald wordt door richting, zin, grootte en aangrijpingspunt. En een kracht kan een snelheidsverandering gaan veroorzaken. Als je een puck hebt die op het ijs ligt, die is in rust, snelheid 0, wordt daar een tik tegen gegeven met deze stick, dan komt deze puck in beweging en krijgt hij een bepaalde snelheid. Ja, in dit geval zal de snelheid gaan toenemen. Dus als je een snelheidsverandering wil, dan heb je eigenlijk een kracht nodig. Goed. Als de snelheid en de bewegingstoestand van een voorwerp niet veranderen, dan blijft de snelheid gelijk in richting, zin en grootte. We hebben ook in een derde jaar gezien, als de resulterende inwerkende kracht 0 is, dan verandert de snelheid niet. Opgelet, we spreken niet alleen over de grootte, maar ook over de richting en de zin van de snelheid. Wil je één van de elementen van snelheid veranderen, richting, zin, grootte of aangrijpingspunt, dan heb je daarvoor eigenlijk een kracht nodig. Dus een kracht veroorzaakt een snelheidsverandering. Die snelheidsverandering kan zijn versnellen, vertragen, maar die snelheidsverandering kan ook zijn dat de snelheid van zin of van richting verandert. Voilà, wat op de laatste dia staat, heb ik eigenlijk zo net al verteld.